Het ministerie van Financiën heeft een bedrag van ruim 4 miljoen Surinaamse dollar overgemaakt voor de particuliere lijnbusorganisatie PLO. Dat bevestigt PLO-voorzitter John Mahadeo Singh. De organisatie had gedreigd om per 1 maart de bussen in de garage te houden, omdat de bushouders de rij- en voertuigenbelasting niet konden betalen. Na onderhandelingen besloot het ministerie een deel van de brandstofcompensatie uit te keren, zodat de bushouders hun rij- en voertuigenbelasting wel kunnen betalen. We hebben met de minister van Financiën een akkoord bereikt. Wij waren van mening dat er te weinig betaald was aan compensatie. Op basis daarvan hebben wij de minister gevraagd om alvast dat geld vrij te maken voor ons, zodat wij de wegenbelasting konden betalen. En na uren onderhandelen hebben wij toch een akkoord bereikt dat voor de 1300 bussen die de PLO diensten doet, dus de particulieren, wij die dat bedrag kunnen opbrengen. Dus dat is overgemaakt voor ons, zodat we dus dan de wegenbelasting kunnen betalen. En er is een achterstand, was er ook in het tweede kwartaal, dat is ook overgemaakt. En er is afgesproken dat we binnen 14 dagen het derde kwartaal ook wordt overgemaakt. Als de minister mij dat allemaal beloofd heeft, denk ik niet dat er enige reden is om 1 maart dan de bussen nog in de garage te houden. Dus wij gaan normaal rijden. Het geld is al overgemaakt voor ons. Voorlopig is de rust in de bussector teruggekeerd, benadrukt Mahadeo Singh. Hij voegt er evenwel aan toe dat de regering haar beloften wel moet nakomen. Wij wachten even op minister Pengel. Hij is ziek van deze plaats uit. Van harte beterschap namens de organisatie. Zodra hij terug is, dan gaan we aan de onderhandelingstafel zitten. Want ik kan niet met minister Financiën aan de tafel gaan zitten voor de prijsaanpassing, dus de tarieven en de dieselcompensatie. We kunnen alleen doen met het ministerie waar wij altijd zaken hebben gedaan. Kunt u verder ingaan op dat deel van de compensatie? Hoe wordt het allemaal berekend? Compensatie wordt berekend op basis van wat wij hebben afgesproken met de vicepresident toen. We hebben een beginpunt gehad van 3 SAD 50. En bij elke verhoging zou dat dus bijgezet worden. En het is steeds gebeurd tot en met 2016. En daarna is het stabiel gebleven. We hebben een hele tijd hebben we niks gehad. Die dieselprijs schommelde heel hoog. Ons verschil zit ongeveer nu op 72 cent, wat wij moeten krijgen per liter. De voorzitter van de particuliere lijnbusorganisatie, John Mahadeo Singh. Het ministerie van Financiën heeft een bedrag van ruim 4 miljoen Surinaamse dollar uitgekeerd aan de organisatie. De bussen rijden dus normaal.